De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Seizoen 2, aflevering 107 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Live, ja, wat zei je ook alweer? Voor iedereen die van motorrijden houdt. Ja, dat moeten we misschien uitleggen. Want we kregen op een gegeven moment mailtjes van luisteraars. Die zeiden, ja, ik heb helemaal geen motor, maar ik vind gewoon motoren leuk. Mag ik ook luisteren? Ik zei, ja, waarom niet? Natuurlijk mag je luisteren. Ja, iedereen mag luisteren. En ook of je nou 100 of 100.000 kilometer per jaar rijdt. Je bent welkom bij de Motorpodcast. Voor de mensen die ons niet kennen. Wij maken elke twee weken een podcast voor en door Motorrijden Nederland. Aflevering 107. Dat betekent dat je 106 afleveringen terug kan. Ja. Het mooie is, het kost helemaal niks. Gratis even niks in Spotify en of je favoriete podcastplatform. Daar vind je ons terug. Wij verkopen het hier een beetje op de beurs. Er zijn twee dingen gratis. Het toilet en onze podcast. Ja, dus wat dat betreft, het kost je in ieder geval niks. Zullen wij een voorstelrondje doen, Peter? Ja, laten we dat doen. Dat is Dennis. En ik ben Peter. En zijn we natuurlijk benieuwd naar op welke motor je rijdt. Ja, Eerst even een jingle. Moet ik even starten, hè? Ja. De Motorpodcast. Ja, het is allemaal eventjes een klein beetje winnen natuurlijk. Want normaal gesproken zitten wij knusjes in een studio. En nu zitten we hier aan tafel bij de motorbeurs. 50.000 vierkante meter motorplezier. En daar zitten wij dan zomaar tussen om hier ons verhaal te doen. Dit is jouw motor. Ja. Een zwarte Yamaha R1. Je ziet hem voor je staan als je hier in de zaal zit. Dan, je ziet hem dan bij wijze van spreken staan. Ja, ik ben meer het type van de sportmotoren. Op de flyers zie je nog een prachtige Honda CBR 600. Die heb ik inmiddels verpatst en er is een hele mooie Yamaha R1 uit 2016 voor teruggekomen. Ja, en Peter is meer de man van het ploffen, want die rijdt op een Harley Road King Special. Ja, dat is het. Kijk, dat klinkt zo ongeveer. Daar ben ik ook heel erg trots op. Graag een rondje mee rijden. Lekker gas geven. Ja, en Peter heeft vanochtend meegedaan met de Kreidler. Nou zul je wel zeggen, een Kreidler, is dat een motor? Ja, die staat op motorkenteken. Je hebt meegedaan aan de recordpoging met zoveel mogelijk motoren een parade vormen. Nou, het was niet zozeer met zoveel mogelijk motoren een parade vormen, maar met zoveel mogelijk verschillende merken. En dat is uiteindelijk gelukt. Er is eerder een poging gedaan in Peru, hoorde ik vanmorgen bij de organisatie. En het is hier uiteindelijk ook gelukt bij de motorbeurs. En daarmee zijn we dus officieel begonnen. Dus je bent recordhouder? Ja, officieel wel, ja. Nou, gefeliciteerd. Wij hebben Kawa Saskia hier achter de desk zitten. Ja, en de vaste luisteraars die kennen de eerste vraag van de Motorpodcast. En dat is altijd... Waar rij je op? Nou, vertel het. Waar rij je op? Ik rij natuurlijk op een Kawasaki. Ja. Ik heb een ZZR 1400 en ik heb nog een ZX 6R voor op het circuit. Voor de mensen die die types niet meteen wat zeggen, wat is dat voor type Kawasaki? Nou, die kleine is een sportmotor, hè? En die grote is een sporttour, een buffel, comfortabel. Ja, hou je van comfort op de motor? Nee, in principe niet. Ik merk ook nu dat ik steeds die kleine pak, omdat het gewoon... Jongens, zit een heel ding in mijn neus. Ja, nee, je moet lekker dicht bij de microfoons. Lekker knusjes, want anders kunnen we je niet goed verstaan knusjes hier. Knusjes bij dichtjes. Ja. Ik merk dat ik steeds die kleine pak, omdat ik daar veel meer lol op heb. Die grote is echt voor verre reizen. Waar is die liefde voor Kawasaki ooit begonnen trouwens? Bij de dealer. Ja. Is dat lang geleden? Deze heb ik nu 5 jaar. Daarvoor heb ik 9 jaar Suzuki gereden. Daar werd ook mee grapjes gemaakt, hè? Saskia, Suzaskia was ook leuk. Kawasaskia. Maar daar heb ik het niet op uitgezocht. Maar de liefde voor Kawasaki is begonnen achterop bij iemand ooit. Toen ik nog nooit motor had gereden, toen mocht ik een keertje achterop. En toen gingen we ineens 300 kilometer per uur. En dat was op een ZZR 1100. En toen wou ik dat ook. En die liefde voor die ZZR is toen niet meer overgegaan. Maar sorry, waarom ga je achterop zitten bij iemand die 300 kilometer per uur gaat? Ja. Ik had nog nooit op een motor gezeten. Een soort Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, en ik vond het echt zo'n machtig gevoel. Omdat je dacht, ik moet mijn hoofd heel stil houden, anders ben ik hem kwijt. En ik was ook gelijk verkocht. Ik denk, dit ga ik zelf leren. Zo ben ik toen gaan lessen. We vragen ook altijd aan de gasten, wat betekent motorpassie van jou? Maar betekent dan motorpassie van jou de snelheid en de kracht?
Nee, voor mij, dat vind ik altijd zo moeilijk. Er is geen eenduidig antwoord op, vind ik. Voor mij is het echt voornamelijk de vrijheid. Het standaard antwoord, de vrijheid. Het gevoel van op die motor en weg. Ik ben graag op reis, ik ben graag weg. En ja, in een auto vind ik daar geen reet aan. Ja. Nou zie ik regelmatig op jouw Facebook. Dan ben je weer hier, dan weer in Groningen. En dan weer in Engeland en dan weer in Duitsland. En dan denk ik wel eens, waar doet ze het toch van, zegt ze. Iedere keer is ze weg. Dat dacht jij niet alleen. Jij zei tegen mij zelfs. Ja, terwijl ik toch... Ja, ik moet dus hele dagen hier ploeteren en gewoon werken. En kan zelden echt weg. En ik zie jou door heel Europa heen karren. Ja, ik zei altijd voor de grap, ik ben fulltime prinses. En daardoor denkt iedereen dat ik niks doe. Maar ik werk wel gewoon 6 dagen in de week. En tegenwoordig mantelzorger voor mijn zieke vader. Dus ik heb het echt wel druk. Maar zodra ik even kan, zorg ik wel dat ik weer weg kan. Ja. Ja, want jij crost heel Europa. Althans, Europa. Engeland is officieel geen Europa meer. Nee. Jij crost heel Europa en Engeland door. Ja. Waarom Engeland? Ja, Engeland. Mijn broer is daar naartoe geëmigreerd 30 jaar geleden. En zodoende ben ik met Engeland in aanraking gekomen. En met hem daar lid geworden ooit van de motorclub. En dat is eigenlijk uit de hand gelopen. Veel mensen leren kennen. Ook doorgaat dat heel veel Engelsen nooit van het eiland afkwamen. En die vinden het ook eng om rechts te rijden. De meeste van ons vinden het spannend om links te rijden. Maar voor hun is het andersom net zo. En toen heb ik dus ooit besloten om die Engelsen mee te nemen op reis. Zodat ze achter mij aan konden rijden. En sommigen hadden van Duitsland een idee. Dat is een soort cementenbak met hele nare mensen. En die hadden geen idee hoe mooi het daar kan zijn. Dus ja, ik nam ze gewoon mee. Dus jij hebt een soort missie ervan gemaakt om Engelsen naar nu Europa te halen. Naar vooral Duitsland. En daar ze te laten genieten, als het ware. Ja. En ja, dat ze ook niet zelf hoeven na te denken met de trein of de boot. En dat je gewoon lekker achter iemand aan kan haken als je aan de verkeerde kant van de weg rijdt voor jou zelf. Ja. En verdien je daar dan nog wat mee? Want ja, iedere keer een bosje Britten hierheen halen, dat kan behoorlijk in de papieren lopen, denk ik dan zo. Nee, ik verdien eigenlijk helemaal niks mee. Ik zei net nog tegen jou, ik ben eigenlijk arm en beroemd. Ja, beroemd ben je zeker, want je bent als razende reporter net de beurs overgegaan namens de Motorpodcast. Ja. En je hebt ons geïnterviewd bij onze 100ste aflevering in het theater. Absoluut, ja. En dan trek je ook nog als beroemdheid uit Nederland, allemaal Engelsen, de grens over. Het water ook over hier naartoe. Ja, in Engeland word ik ook herkend als Kawasaskia zijnde, wat wel grappig is. En ik was een keer in Frankrijk, ik stapte net van de trein af, toen zei ik iemand, ben jij Kawasaskia? Dat is toch een rare gewaarwording. Maar ik verdien er dus helemaal niks aan. Het kost alleen maar geld. Moet je al handtekeningen uitdelen? Ja, laatst wilde er iemand met mij op de foto. Dat vond ik ook raar. Dat hebben jullie ook gehad, hè? Ja, maar ik vind, inmiddels vind ik het wel leuk. Ja, ik ga het ook aan wennen. Maar mijn vrienden die vinden dat heel irritant. Want dan zijn we met z'n allen ergens. En dan wordt iedereen een soort opzij geduwd. En dan willen ze met mij op de foto. En dan zie ik ze wel met die ogen rollen, hoor. Je moet me toch iets uitleggen. Want Engeland heeft veel Engelsen. Slecht weer. Ze rijden links. Het is geen Europa. Ze hebben een pont. De stekkers zijn anders. Ja. Geef me nou eens één goede reden om naar Engeland te gaan. Met de motor. Je krijgt de bekeuringen niet binnen. Dat is een hele goede reden. Is dat zo? Ja. Dus ik heb laatst een soort van discussie gehad met iemand die zei, ja, je krijgt ze wel binnen. Nou, heb ik begrepen dat die OELES, dus zeg maar de milieuzoneheffing in Londen, dat sommige mensen die wel hebben binnengekregen. Maar dat is alleen voor oude motoren. Dus daar heb ik in principe nog geen last van. Dus dat zou kunnen. Maar flitsers, die krijg je echt nooit. Die bekeuring krijg je niet binnen. Parkeerboetes ook niet. Maar dat is het technische van de boetes. Hoe mooi is Engeland? Ja, ik ben zelf echt fan van Zuid-Engeland. Dat vind ik gewoon echt prachtig. Het is rustig. Hele stukken, echt mooie bochtige wegen. Lekkere uitzichten. Dat je heel lang niemand tegenkomt, dat heb je natuurlijk in Nederland helemaal niet. Er is hier altijd iemand. Maar dan dat links rijden, dat lijkt me zo'n gedoe. Zeker als je de eerste keer over een rotonde heen moet, links. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat je iets vreselijks aan het veroorzaken bent. Sommige Nederlanders doen dat ook. Dan ga je de verkeerde kant op. Ja, het is wennen. We geven meestal als tip wel aan mensen, plak het op je dashboard iets. Hè, dat je weet dat je aan de andere kant moet rijden. Want de meeste mensen kunnen het wel zolang de verkeer rijdt. Maar als ze gaan keren of iets moeten zoeken, of er is geen ander verkeer, dan ga je toch snel weer op de automatische piloot de verkeerde kant rijden.
Moet je nou ook je verlichting aanpassen? Ik zag er van de week op social een hele discussie. De een zei het moet wel, het moet niet. Want hè, als je met de auto naar Engeland gaat, moet je dat wel. Geldt dat voor een motor ook? Weet je dat ervan? Officieel moet het volgens mij wel. Maar ik rijd daar dus al 14 jaar of zo met de motor. En ik heb nog nooit daar problemen mee gehad. En ik rijd ook echt wel 's avonds. Het is wel irritant voor de tegemoetkomers. Want je verlichting staat toch raar afgesteld, hè, voor aan de andere kant van de weg. Dus u wordt wel eens gezeind, maar ik heb er nog nooit een bekeuring of ben er nog nooit op aangesproken. In aflevering 1 van de Motorpodcast hadden we Bas de gast en die was enorm fan van Schotland. Valt dat voor jou ook onder Engeland en kom je daar ook of zeg je van ik hou het bij het zuiden? Nee, toevallig ga ik dit jaar eindelijk de North Coast 500 doen. En ik heb nog eens, in onze aflevering hadden we het even over de North Coast 500. En toen zei hij, is dat dan 500 mijl? Nou, dat is dus zo. Super logisch. Is niet heel gek, toch? Nee, maar ik dacht echt, nee, het is toch veel verder. Maar het is echt gewoon 500. Dat is dus een rondje, ja. Dus 5 uur van Assen is ook 5 uur. Ja, blond. Ga je ook de 24 uur van Le Mans rijden, of niet? Nee. Okay. Maar ik ga dus wel nu de North Coast 500 doen. Ik ben er wel al eens geweest, maar nooit het rondje met de motor gereden. Dus ik ga het nu wel doen. Nou, zei je tegen mij toen ik zei dat ik eigenlijk bijna alle wegen in Nederland zo'n beetje heb gezien. Van ga nou die grenzen over. Ik kan dat omgekeerd ook tegen jou zeggen. Ga eens in Nederland rijden. Waarom rij je niet zoveel in Nederland? Nou, waar ik woon, Alphen aan de Rijn, een beetje in de Randstad. Als ik daar wegga, word ik al een beetje geïrriteerd. Overal zijn drempels, camera's. Je mag bij sommige stukken alleen nog maar 30. Nou, dan rij je in z'n één, joh. Dat is afschuwelijk. Ja. En je hebt natuurlijk die lui van jullie vriendenclubje, de Neefom, die daar wonen. Nou, ik wil daar niet rijden, want staan ze allemaal zo. Het is afschuwelijk. Staan ze echt zo langs de weg, langzaamaan? Bij de Meijen, wat dan afgesloten is geweest, wat nu dan weer open is. Maar dan gaan ze buiten staan en vervelend doen. Ja, oh, dan heb je niet zoiets, ze zwaaien naar me, maar... nee, ik denk niet... die mensen zeiden toch ook van, we willen ze iets aandoen. Nou, dat gevoel krijg je van die bewoners, ja. Maar dan toch even de discussie. Hoe sta jij in de hele geluidsdiscussie? Elektrisch rijden, afsluiten van dijken, stikstof, wereldproblematiek? Nou, ik vond het wel heel lief van jou dat jij in die vorige uitzending niet hebt gezegd wie er zij... afknallen die lui, maar met een geluidsdemper erop. Dat was ik. Daar wil ik best voor uitkomen. Ik vind het echt hele vervelende mensen. Ja. Ja. Ja, voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, aflevering 102. Volgens mij de mensen van de Neefom. Dat zijn de mensen die zijn tegen omgevingslawaai motorvoertuigen. Daarmee zeggen ze ook tegen auto's te zijn. Maar ze zijn voornamelijk tegen ons als motorrijder. In ieder geval het geluid dat we produceren. En we waren er een opname mee aan het doen. Ja, we werden na 10 minuten al... kokend rood, want die mensen waren echt heel zuur. Ja, het was echt zwaar. Normaal gesproken doen wij nog even een nabrander voor vrienden. Ja. Overigens, dat kan je ook als je hier in de zaal zit, kun je vriend worden van de Motorpodcast. Dan hoor je extra dingen en dan doen we nog even gezellig een drankje aan de bar, zeg maar, in de studio. En deze mensen hebben we als eerste gasten er vrijwel direct gewoon op een vriendelijke wijze eruit gewerkt. Ja. Nou, die begrijp ik heel goed. Ik heb nog nooit met zoveel, met zo'n hoge bloeddruk naar een aflevering van jullie geluisterd. Maar ben jij wel iemand die rekening houdt met de omgeving? Ja, maar dat zijn we bijna allemaal. Over het algemeen vind ik dat er weinig asociale motorrijders zijn. Kijk, die drie die dan misschien een keertje hard langs hun huis op de achterwiel gaan. Nou ja, dat is ook niet de hele dag. Maar over het algemeen zijn wij allemaal best wel fatsoenlijke mensen. Ja. En daardoor storen wij ons denk ik ook allemaal aan deze man die iedereen over één kam heeft geschoren. Ja. Want als jij sportief wil rijden op je Kawa, waar ga je dan naartoe? Duitsland of Engeland. En in Nederland durf ik het niet meer. Want ik heb 5 jaar achter mijn naam gekregen. Oh, serieus? Ja. 5 jaar voorwaardelijk? Ja. Dus je moet 5 jaar lang rustig rijden, anders heb je bij de minste overtreding... 2 jaar ben je dan je rijbewijs kwijt. Terwijl ik jou net wel grote vrienden zag zijn met meneer Agent die hier langskwam. Ja, ik denk dat het ook geluk is dat ik hem nog heb. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar als je echt sportief wil rijden, want jij bent ook circuitrijdster. Ja, ik geef les bij motorcircuittraining. Ja. En heel vaak maar denken mensen, oh, je rijdt op circuit, dus dan rij je heel hard. Maar ik geef bochtentraining. En dat is natuurlijk... Ja, het heeft niet heel veel met circuitrijden te maken. Het is meer beginnende circuitrijden. Wat is het verschil dan? Nou ja, het verschil heb ik zelf nu mogen ondervinden. Ik geef nu voor het derde jaar les bij motorcircuittraining. En dat gaat altijd hartstikke leuk.
En ik had vorige keer bij jullie ook verteld dat ik nog nooit zelf op de grote baan van Assen had gereden. En dat ben ik nu dus een keer gaan doen bij een andere organisatie. Echt een raceorganisatie van Racecorrect. En daar kwam ik er wel achter dat dat niet te vergelijken is met een bochtentraining. Daar, als je 200 gaat, ben je gewoon nog te langzame. En ik werd ook wat te hoog ingeschat. Omdat ze dachten, jij bent instructrice, dus je kan wel wat. Terwijl ik daar nog nooit geweest was. Ik zag alleen maar van die gesmolten banden en semi-professionele toprijders. En ik kwam daar aan met mijn straatbandjes. En ik dacht, oh, ik hoor hier niet thuis, joh. En ik werd ook in een groep geplaatst met mensen die er echt uitzagen als Valentino Rossi. En ik reed maar mee. En ze zeiden nog, we gaan eerst een verkenningsrondje doen. Dus ik dacht, nou oké. Maar toen was ik ze al kwijt. Dat was hun verkenningsrondje. Terwijl jij echt wel kan rijden. Ja. Maar daar word je wel even getemperd. En ik kende de baan ook niet. Ik moet wel zeggen, zodra ik een baan weet hoe die loopt, dan ga ik wat meer los. Maar ik wou de baan ook even verkennen. Alle mensen in mijn groep kenden hem al. Dus ik werd compleet zoek gereden. Wat ook wel weer grappig was, want ik reed dus in mijn eentje. En ik heb ook hardop in mijn helm gelachen van, god, rij je hier weer in je eentje. Ja, die heb ik ook nog wel op mijn lijstje staan, Assen. Lijkt me echt een hele toffe baan, maar technisch is het best ingewikkeld. Ik vond het echt moeilijk en toen ik hem eenmaal onder de knie had, ja, dat is de dag voorbij. Dat was wel jammer. Zonder hier nou een reclameplaatje voor MCT over te maken. Maar als je nou zit te luisteren en denkt, ja, ik wil toch een keer het circuit op. Kan iedereen dat? Kan het met elke motor? Is het heel pittig? Leg even de basics uit. Nee, ja, MCT is juist heel laagdrempelig. Vergeleken bij wat ik heb gedaan van Racecracks, dat zou ik niet zo als leek gaan doen. Dus wat dat betreft is bij MCT veel laagdrempeliger. Je kan als beginner zijnde al komen. Heel veel mensen vinden het spannend. Hè? Je denkt, ik ga op een circuit rijden, maar dat hoef je niet spannend te vinden. Daar hoef je niet door te laten weerhouden. Want we delen je in op je eigen niveau. Er is geen tijdsmeting, er is geen tijddruk. Hè? We gaan niet racen. We leren je echt gewoon bochten rijden. Hey, even over dat bochten rijden. Hoe ga ik nou echt goed door de bocht? Jij geeft speciaal les daarin. Zijn er nou een paar basics, een paar basisdingen waar je echt op moet letten voordat je met je knietje aan de grond door de bocht kunt? Ja, over het algemeen is het veel kijken. Kijktechniek. Heel veel mensen kijken niet goed. De meeste mensen kijken veel voor zich. Recht voor zich, niet ver vooruit. We hadden ook altijd zo'n mooi kunstje dat je dingen neerlegde waar je dan, als je ervoor keek, dan zag je daar niks. Maar als je daar kijkt, zie je wel wat er voor je ligt. En als dat gaat klikken, gaan ze ook vaak al wat mooier door de bochten. En er zijn hulpstukken, want er staan gewoon pionnen waar je naartoe. Je moet van pion naar pion rijden. Dat hebben we niet op alles, hoor. Niet op elk circuit zo staan. Maar soms doen ze dat wel, zo'n puntje. Maar of hadden ze die staan voor beginnelingen zoals ik? Ja, Dennis, kom, zet even pionnetje neer. Ja, dat was Zandvoort. Dat was wel mijn eerste knietje aan de grond trouwens op Zandvoort. Het was een hele mooie richtlijn. Dat was een mooie baan, ja, ja. Ja, je hebt een mooie knietje aan de grond gehad. Hè. Dat is een mooi moment, hè? Nou ja, ik weet nog wel. Het doel is niet het knietje aan de grond. Dat leggen ze ook uit. We gaan je leren rijden. Als dat toevallig gebeurt, is dat leuk. Maar toch denk ik dat bijna iedereen er zit van, als het gebeurt, vind ik het wel tof, weet je. Kan je wel afvinken. Ja. Dus toen ik hem voor het eerst, ik schrok me de pleuris, omdat ik dacht van, kut. Nee, gewoon, dus ik trok mijn knie in. Moet je dus niet doen. Maar ik denk, nou, dat was hem dus. En ja, daarna nog wel een paar keer gedaan. Maar ja, ik kan wel uit ervaring spreken. Het is gewoon heel erg leuk. Het is leerzaam. En het gaat rustig. Althans, het gaat snel. Maar geordend. En het is geen zooitje. Nee. En er kan altijd wat gebeuren natuurlijk. Maar we hebben heel weinig valpartijen, vind ik, bij MCT. Dan gaan we toch even. Je hebt het woord valpartij nu genoemd. Dan gaan we toch even naar de V van Venray. Hoe vond je het op Venray? Ja, jullie zeiden, hoe gaat het nu met Kawasaskia? Ja, en in gaat de vorige, met Kawasaskia? Vorige aflevering had ik nog gezegd dat Venray mijn favoriete track was. En jij ging helemaal los. Jij vindt het niks. Voor de mensen die Venray niet kennen. Ja, correct me if I'm wrong. Maar dat circuit had echt 20 jaar geleden al dichtgekund. Want dat is echt naar alle kanten aan elkaar gelijmd. En een betonnen bak aan de zijkant. Want ja, als je van de baan gaat, dan moet dat beton je op de baan houden. En jij vindt het tof. Ja, ik heb het altijd als een heel leuk circuit ervaren. Maar inderdaad heb ik daar gecrashed net aan het einde van het seizoen. Het regende en er lag veel vuil op de baan. En ik dacht de hele tijd, oh, ik heb echt lekker veel grip. Dus ik ging nog steeds een stukje harder. Ja, en toen lag ik plat. Maar hoe is het om als instructeur, want je hebt echt al wat meters gemaakt. Je kunt echt wel rijden. Wat doet dat in je hoofd als je daar onderuit gaat? Nou, helemaal niks. Ik ben ook naar mijn cursisten naar de hand gegaan. Die heb ik allemaal een sticker op de voorhoofd geplakt. Dat ze beter waren dan de juf.
Nee, ik had er geen schrik van. Het hoort erbij. En voor mensen met een Harley, is het circuit of de training ook geschikt? Ja, zeker. Ik zit ook te wachten dat jullie een keer komen. Oh, ik voel de bijbel hangen. Net kwam Alice van de Vering hier ook al voorbij rijden. Die heeft al 100 keer tegen hem gezegd, kom nou een keer off-road rijden. Ik heb er eentje voor je klaarstaan. Maar off-road met de Harley? Nee. Zij heeft een exemplaar, een crossertje voor me klaarstaan. Oh. Maar goed, ik moet ook nog een keer een bochtentraining doen. Ik moet nog zoveel. Ja, en ik mocht nog een keer bij jou mee achterop. Ja, dat moeten we dit eruit knippen? Dat is het minst enge. Nou, dat zeg jij. Je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor iedereen die van motorrijden houdt. En iedereen die motorrijdt, of je nou 100 of 100.000 kilometer per jaar rijdt. Je kunt ons helpen door naar een enquête te gaan. Die staat online op demotorpodcast.nl/enquête. Moeilijker konden we het niet maken. Kost je 1 minuut, staan 10 vragen op. Vul die in, daarmee help je ons mee om de podcast beter te maken. En als je toch online zit, we gaan wat nieuws doen. Stop jij wel eens ergens tijdens het motorrijden, Saskia? Ja, heel vaak. Door het eten bij. Eten. Maar is dat een snackbar? Is dat een 3-sterren-restaurant? Is dat een parkeerplaats? Nee, ik ben een luxe popje, dus het moet altijd wel een soort lekker eten zijn. Okay. Want wij van de Motorpodcast zijn wel benieuwd wat nou de beste motorstop van Nederland is. Dus we zijn een verkiezing begonnen. Motorstopvanhetjaar.nl. Daar kun je je motorstop nomineren. En dan, dat kan het hele seizoen. We gaan dan aan het einde van de zomer een stemronde doen. Dan mag iedereen een stem uitbrengen. En dan komt daar een winnaar uit. Dus nomineer jouw favoriete motorstop op motorstopvanhetjaar.nl. En de leukste, beste, gezelligste, fantastischste motorstop, die krijgt van ons een bokaal. Moet het in Nederland zijn? Mag ook in Vlaanderen. Ja, ik wou zeggen, de bikeshed in Londen was een leuk stopje. Ja, dat is zeker een leuk stopje. Maar ik denk niet dat die er heel veel aan hebben als wij daar een prijs komen uitreiken. Nou ja, waarom niet? Prijs is prijs. Over bikeshed gesproken. Voor de mensen die de bikeshed niet kennen, leg eens uit wat de bikeshed is. De bikeshed is een motorontmoetingsplaats eigenlijk in Londen. Heel beroemd eigenlijk. Het is heel bekend. Het is midden in hartje Londen. Als je er langs rijdt, denk je, moet ik hier erop? Want je gaat dwars een terras op, zo. Dat noemen ze daar ook de catwalk. Want dan mag je je motor even laten zien. En je rijdt dus echt tussen de etende en drinkende mensen door naar de parkeergarage. En je hebt daar binnen een kapper en een restaurant en alles. En het is echt heel erg leuk. En jij bent er ook geweest, hè, ja, Peter? Ik ben er ook geweest. En sindsdien weet ik, dit moeten wij in Nederland ook hebben. En er is ook al een bikeshed in L.A. Dat is nog even wat verder weg. Maar ik wil dit in Nederland ook. Zeker zo uitgebreid als in Londen. En misschien nog wel ietsje uitgebreider. Ja, jij zegt misschien nog ietsje uitgebreid. Maar jij zegt, ik wil een soort Efteling, maar dan als bikeshed. Ja, ik wil een soort Efteling voor de motorrijder in Nederland. Dat zou ik het liefste inrichten. Met van alles en nog wat. Dus een goede kroeg. Voor mij wordt ook een hotel erbij. Een camping, een permanente barbecue. Nou, misschien kun je ook nog wel wat bedenken waarvan je bij jezelf zoiets hebt van, ja, dat moet er dan toch ook echt bij. Nou ja, we hebben het net natuurlijk heel even over gehad. Maar ja, we hadden het ook over die sexy dames die motor komen wassen. Ja, volgens mij. Dat wilde jij dan met mannen? Toch? Ja, om te lachen. Want ik zei al, dan wordt het, met mannen is het ineens niet meer sexy. Wordt het een soort lachwekkend. Ik zie jou kijken. Zou jij het doen? Nee. Dus sexy. Een wasseretten. Ja, gewoon een wasseretten. Maar als je als vrouw komt, heb je helemaal geen zin om door nog een mooiere vrouw je motor te laten wassen. Dat is helemaal niet leuk voor ons. Het is wel leuk, want wij maken ons een beetje hard met de Motorpodcast voor die bikes uit Nederland. En we krijgen toch wel een paar keer per maand suggesties van locaties. Gisteren kwam er een mailtje binnen. Die zei van, ja, ergens bij Lelystad ligt ten eerste heel veel asfalt. Een kilometer of 3 lang, namelijk een startbaan. Er is een vertrekhal gebouwd. Die wordt nooit meer gebruikt. Waarom gaan we het daar niet doen? Dat zou wel gaaf zijn, hè? Ja. Dan heb je inderdaad alles al compleet. Nou, die startbaan, daar blijven wel sportvliegtuigjes komen. Dus dat wordt een beetje lastig met de toren. Van die, maar van die drag races houden. Ja, nou, precies dat. En die hele hal, er woont niemand. Je kunt er parkeren, want er is ruimte zat voor auto's gemaakt. En die hele vertrekhal, dat gaat nooit gebruikt worden. Want er komen nooit passagiersvluchten daar. Nou, zo, goed idee. Ik vond het een goede tip. Wie gaf die tip? Luid.
Oh, die weet ook veel, hè? Die weet veel, ja. Ja, dat was echt een goede tip. Ik zei ook, dat heb je goed gedaan. Wie moeten we daar nou eens voor benaderen? Nou ja, we gaan sowieso hier aan tafel nog met een horeca-ondernemer praten. Ik geloof dat we het zondag gaan doen hier op de motorbeurs. Iemand die echt verstand heeft van horeca, want... Ja, Dennis is wel in staat om een biervat te vervangen. Ja, dat lukt nog wel. Ik kan wel een biefstukje bakken en Saskia wel iets frituren, toch? Ja, dat kan wel heel hand. Biertap. maar verder hebben we toch niet echt heel veel horeca-ervaring. Tenminste... Nou, speak for yourself. Ja. Wel. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Ja, maar er komt nog meer bij kijken. Als we echt een goede bikeset op willen zetten en... Ik vind dat je me onderschat. Nou ja, oké. Okay. Dan ben jij bij deze benoemd tot chef inkoop, tot chef inkoop voor Bikeset Holland. Ja, nee, dat is op, jongens. Nee, dat is ook op. Ja. Nee, maar zoiets moet er toch in Nederland gewoon komen. Ook hoe jullie vanochtend met die motoren hier door de beurs of over de beursvloer reden. Ja. Toen dacht ik ook van ja, dit ziet er gewoon tof uit. Zo'n catwalk ook als in Engeland. Dat is toch fantastisch als je zo langs een bar, langs het terras en dan achterin goed je motor kunt parkeren. Ik zie het wel voor me. Maar waar zou het moeten komen dan? Even afgezien van Engeland. Ja, in Drenthe, in Utrecht, moet het in Limburg, moet het op de Meije? Ja, ik zou zeggen niet in een grote stad hier in Nederland. Nee? Nee, dat lijkt me niet. Londen is apart, maar het is ook niet handig. Het is gewoon niet handig. Het is een keer in Rotterdam geprobeerd, maar daar hadden ze moeite met vergunning of zo. Dat was hommeles, geen idee. Maar... Ja, er is ook een poging gedaan in Amsterdam-West. Hadden ze ook iets... Maar ook weer gedoe met de buurt. Dus ik denk dat je niet in een stad dat moet doen. Nee, denk ik ook niet. En in principe maakt het natuurlijk niet echt uit waar je zit. Als het de moeite waard is, komen ze van hoe groot is Nederland nou? Ja, ja, ja. Nou ja, dat vliegveld, dat spreekt me wel aan hoor. Hey. Ik vond het de gouden tip. Ja. Als je nog een tip hebt, laat het weten via info@demotorpodcast.nl of slide in onze DM. Ja. De motorbeurs. Stel je voor, wij geven jou naast die microfoon die je van ons gekregen hebt als razende reporter, we geven jou ook een creditcard met fictief 100.000 euro. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja, Saskia, naar welke stand ren jij als eerste? Stel, je hebt een ton te besteden. Ja. Sowieso naar de Kawasaki dealer, maar ik heb mijn droommotor al. Dus nee, maar het kan altijd nog wilder. Ja, maar ik zou dus niks anders kopen qua motor. Nee, echt niet? Nee. Niet van die Kawasaki afkrijgen? Nou ja, die jongens van de Harley waren er natuurlijk. Die zijn nu even weg, maar dan zou ik misschien een Harley kopen om gewoon voor de leuke keer met zo'n groep mee te rijden. Maar nee, ik heb de motor die ik wil, heb ik. En daar ben ik nog niet klaar mee. Maar dan zou ik misschien naar zo'n motorreizenstand gaan en dan zou ik hem gewoon het hele jaar volboeken. Want welk land staat er nog op jouw lijstje, behalve Engeland, waar je echt nog ooit een keer naartoe wilt? Oh, dat vind ik heel lastig. Heel veel dingen trekken me namelijk eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon eigenlijk heel lang gewoon in Engeland blijven. Ik wil gewoon eigenlijk een half jaar weer wegblijven. Maar zo'n avontuurlijk verhaal als net hier op het podium Hans Go, die heeft een zijderoute gereden. Van hier helemaal naar China. Er zijn ook mensen die Mitchell en Nadia kort hun rijbewijs en stappen op de motor en gaan echt bijna de hele wereld over. Ja, maar die mensen zijn samen, hè? Ik ga meestal alleen. Maar de eerste spreker van vandaag, die was juist weer een solo reiziger. Oké. Nou, dat hele Midden-Oosten, dat spreekt me helemaal niet aan. Nee? Dat heb ik me nooit getrokken. Maar dan zou ik misschien mijn motor laten overvliegen en dan naar Amerika. Maar wel met je eigen motor dan toch? Ja. Ja, eigenlijk wil ik ze ook nu elke keer allebei bij me hebben. Omdat ik niet kan kiezen. Ja, lastig. Krijg je 100.000 euro? Ja, zie je, maar dit is, ik ben zo'n verwend rijk prinsesje. dat ik gewoon niet eens weet wat ik ermee moet. En dus niet, ik ben niet rijk qua geld, hè, maar ik vind dat ik best mazzel heb in mijn leven. En ik heb niet hele bijzondere wensen. Ik wil gewoon eigenlijk de tijd... Ik zou er tijd van willen kopen, maar dat gaat dus niet. Nee. Alhoewel. Ik kan natuurlijk heel lang ziek melden voor een ton.
Ja, dat is een goed idee. Als je baas nu niet luistert, dan kan dat. Dat is mijn man. Ik meld me heel vaak 's ochtends ziek bij hem. Dacht hij, nou kappen, nou, je moet gewoon maar. Jouw voorliefde voor Kawasaki is dus zodanig dat we jou ook niet op een andere Japanner gaan zien. Nou ja, ik ben wel gek op Suzuki, altijd ook geweest. Dus dat zou ik ook leuk vinden. Maar ik ben toch bang dat ik... Ik heb tegenwoordig, als ik die kleine groene van mij zie, die ZX-6, dan ben ik gewoon een soort verliefd. Ik ben echt verliefd op dat motortje. En ik zie het niet gebeuren dat ik nu liever op een ander stap. Nee. Maar wat is er dan zo fijn aan die dingen? Ik weet niet, ik word er zo blij van. Weet je, hoe hebben jullie de winter, even tussendoor die winter dan beleefd? Want dan rij je toch een stuk minder. Ik merkte dat ik er last van had. Ik rij normaal de hele winter door, maar nu door mijn zieke vader wat minder. En ik merkte dat ik daar last van heb. En ik probeerde mezelf een beetje op te vrolijken. Een beetje uit zo'n winterdip te komen. En dan had ik van die explosieve badballen met glitters. Nou, dat deed niet. En toen pakte ik dat kleine motortje. Die heb ik van de druppellade afgegaan. Ben gaan rijden. En ineens weet ik, dat is het. Dit is waar je blij van wordt. Ja. Dan praat je met twee mensen die ook buiten het seizoen rijden. Want wij rijden het hele jaar door. Behalve als er echt gestrooid is of het min 20 is. Maar ja, ik word ook wel vrolijk. Ook al is het 8 graden, dan word ik ook wel vrolijk van even een uurtje rijden. Ja, wij nu zijn staat hij al een week stil. Maar... even weg geweest. Het was mijn eerste keer eigenlijk weer in het nieuwe jaar. En ik stap op. En ik was ook kinderachtig. Ik was aan het hard rijden en een beetje rebels. En ik voelde gewoon dat ik me daardoor weer beter voelde. Ik denk, ja, dit is het. Ik kan niet zonder dit. Nee. Therapeutisch even een stukje rijden. Nou, het is echt therapeutisch. Want ik voelde me best wel een beetje down. Ik denk, ik voel me niet zo blij. En dat was gelijk weer over. Oké, ja, dat heb ik ook wel een beetje. Maar als het dan toch heel erg koud is, dan zit ik s'avonds weer op de bank. En dan pas krijg ik het echt koud. De zogenaamde nakou. Daar heb ik nog wel eens last van. Maar... even de handjes bij de uitlaat en dan. Of van die knijppacks die je van 1 euro bij de Action kan kopen. Ja. Die breek je dan en dan worden ze even gloeiend heet. Ja, ik heb handvatverwarming. Hadden we het woord prinses al laten vallen? Nee hoor. Heb je ook toch? Handvatverwarming? Ja, heb ik ook. Ja, ja, lekker man. Heerlijk. Hey, de motorbeurs. Je bent met de microfoon de beurs overgegaan. Daar ga je in de komende aflevering als luisteraar nog heel veel van horen. Jij hebt dus al meer van de beurs gezien dan wij. Ja, wat was tot nu toe jouw hoogtepunt? Of juist je dieptepunt? Mijn hoogtepunt? Nou, eigenlijk, de Harley mensen waren heel leuk. Ik kwam de hoek omlopen en ik zag alleen maar oranje geklede mannen. Wat oudere mannen. En het zag er intrigerend uit met die Hells Angel jasjes aan. Dus daar heb ik even mee gepraat. Dat vond ik heel leuk. En ik ben even bij de motormeiden stand geweest. Was dat het dieptepunt? Nee. Voel je jezelf een modemeid? Of een motormeid? Nee. Ik heb eigenlijk ook een beetje antipathie tegen dit soort dingen. Maar dat is ook misschien niet aardig. En ik wil het niet als onaardig, want het zijn hartstikke leuke meiden. Maar ik krijg een beetje jeuk van het woord motormeid. Ik heb er niks van. Maar toch doen ze wel iets goed, want ze hebben een enorm grote following. Ja. En heel veel mensen gaan daarmee rijden en zo. Het is wel een positieve club bij elkaar. Ja, ik denk ook dat het zeker de moeite waard is dat dit bestaat in de motorwereld. En dat de meiden elkaar allemaal daar opzoeken. Hartstikke leuk, maar ja, ieders ding. En ik hoorde trouwens van een horeca-ondernemer. Die zei, nou, ik heb liever die motormeiden over de vloer dan andere motorclubjes. Want de toiletten blijven schoner. Oh ja, nou, ja. Dat schijnt dat als gewone motormannen langskomen dat de boel nogal... Ik heb ook wel eens gehoord dat het echt andersom is. Dat die vrouwen toch wat randiger zijn op het toilet. Okay, nou ja, maar goed, dat houden we maar. Dat doen we in een andere aflevering. Ja. Ik voel me trouwens, er zit hier voor de mensen die zitten te luisteren en de setting niet zien. We zitten op een podium, maar ook met plantjes voor ons, alsof het is ingericht door het NOB. Ja. We missen alleen nog de kaasstengels die Umberto heeft. Kaasstengels die je niet op kunt eten. Misschien moeten we even kaasstengels produceren voor de volgende aflevering. Ja, doen we ook nog. Pepsels. Ja, precies. Maar je kunt nog naar de motorbeurs toekomen als je nu zit te luisteren en denkt van, nou weet je wat, ik kom gewoon even langs. 11:30 zitten we, het Motor Talk Theater. Daar doen we 3 keer op een dag een aflevering. En Kawasaki loopt rond met de microfoon, dus wat wil je nog meer? Ik vind ook dit jaar de sfeer gelijk alweer echt goed. Wat is het onwijs gezellig. Nou, ik vind het wel een verschil met vorig jaar, want toen misten we echt de grote merken. En in de hal hiernaast, volgens mij, gisteravond liep het er even overheen, dat is dan de luxe als je standhouder bent. Die hele beurs was leeg en dan kun je dus even lekker de beurs verkennen. Dat die grote merken er weer zijn, dat is wel leuk. Het is heel leuk. Ik kon vorig jaar niet eens op een Honda gaan zitten. Nou. Dat is toch bizar, moest ik zeggen.
moest ik op een BMW GS, die verstandige huisvadermotor gaan zitten. Oh ja, ik heb net ook de verstandige huisvaders gesproken. En? Van de BMW GS Club. Ja. Leuk. Ja. Het komt goed dus. Het is wel echt leuk dat het inderdaad toch een type man is wat daarmee rijdt. Sorry mensen. Tandartsen en mannen met baarden, toch? Dat deugvaders. Ja, deugvaders. Er is niks mis met die mensen, want ze zijn hartstikke aardig. Ja. Maar je ziet er geen Hells Angel op zitten, hoor. Nee. Okay. Voor de mensen die het niet weten, wij noemen vaak de BMW GS-rijder de verstandige huisvaderkeuze. Maar dat is positief bedoeld, omdat die GS is een allemansvriend, die kan heel veel. Dus als je nou twijfelt tussen offroad of juist tussen echt een tourding, dan is dit gewoon een mooi tussendoor, een verstandige keuze. Nogmaals, positief bedoeld. Hou die dreigbrieven voor je. Nou ja, ik ben wel eens bedreigd erom. Hè, dat op een gegeven moment een aantal van die GS-rijders naar me toe kwamen. En zeiden van ja, als je dat nog één keer zegt, dan doen we je wat. Ik zei nou, ik bedoel het heel positief. Want ja, je kunt dat geld, en het gaat over een behoorlijk bedrag natuurlijk, kun je maar één keer uitgeven. En ja, dan doe je een verstandige keuze. Dan koop je zo'n motor, want dan zit je gegarandeerd goed. Ik vind het wel bijzonder dat je dan bedreigd wordt door de deugvaders. Nou, dus zo vreselijk deugen ze niet, wou je zeggen. Ja, nou, goed, gelijk. Laten we erover ophouden, want anders staan ze meteen hier weer aan tafel. Nee, het waren hartstikke leuke mannen, joh. Ik heb een heel erg leuk gesprek mee gehad. Okay. Het leuke was ook dat een van de vorige afleveringen, 100, wat was het, met de mannen van Bike Life Brabant, 105. Ja. Die heeft echt heel veel stof doen opwaaien. Daar ging echt een enorme discussie op social los tussen mensen die vonden dat je niet op het achterwiel over de openbare weg kunt rijden. En mensen die zeiden van ja, maak je daar nou niet druk om. Wij kunnen dat, dus laat ons gaan. Hoe sta jij daarin? Ja, ik ben heel erg van het leven en laten leven. Ja? Misschien als zo iemand mijn kind doodrijdt, dat ik er heel anders over denk. Maar ja, ik heb er geen last van. Dus laat gaan, denk ik. Ja. Zo sta ik er ook een beetje in, hoor. Maak allemaal gebruik van de openbare weg. Hou een beetje rekening met elkaar qua geluid en qua stunten. Dan moet het allemaal best kunnen, toch, in dat kleine Nederland? Kijk, stunten, ik heb er helemaal geen moeite mee dat mensen stunten. Kijk, als het fout gaat en je neemt iemand erin mee die daar niks mee te maken had, dat is erg. Ja. Maar dat kan altijd. Maar toch, als jij een ongeluk hebt gehad, je zei het net over Vendraai, zonder blik of blozen stap jij meteen weer op. Ja. Maar er komt ook, ik ben gecrashed op een circuit, dus er is geen veiligere omgeving eigenlijk om dat te doen. Hè? Nee. Dus ik ging het gras in en mijn pak was kapot en mijn handschoenen en mijn ellen, maar ik had zelf weinig. Nooit gecrashed op de openbare weg? Ja, twee keer. Eén keer Engeland vloog ik, dat was eigenlijk mijn ergste crash, omdat ik daar echt een bocht miste uit vermoeidheid. Dat had ik veel te lang gereden. Kijk, ze zeggen van die jongens met die wheelies, dat is gevaarlijk, maar ik reed. Eigenlijk al 16 uur zat ik al op de motor. Dat is misschien veel gevaarlijker dan de jongens die wheelies onder de knie hebben. Had ik ook eigenlijk niet moeten doen. Ik had ook iemand mee kunnen nemen. Ik miste gewoon compleet een bocht uit vermoeidheid. 16 uur rijden is ook echt wel pittig. Ja. Ja. En dan, ja, het is niet strafbaar. Ik heb geen tachograaf, maar ja, ik had daar ook niet zo over nagedacht. Maar daar ben ik ook goed weg mee gekomen, hoor. Ik had wel pittige schade, volgens mij 4.500 euro toen. En een beetje blauw been, maar dat was het. Ik hoorde je net ook in het voorgesprek zeggen over het circuitrijden. Als je dan op een gegeven moment denkt, joh, laten we nog één rondje doen. Dat je dat rondje niet moet doen. Daar gaat het altijd mis. Ja. Hoezo? Ja, volgens mij, ja, hoezo? Dat is wel een goeie. Maar ik laatst was iemand met een BMW S1000 dan gecrashed die op Assen. En die zei ook, oh, het gaat zo lekker. Nou, nog één rondje. Maar die was eigenlijk ook moe. En in het laatste rondje rijdt hij hem totaal los. Dus toch die vermoeidheid die dan parten speelt. Dat denk ik toch. Dat toch mis. Ja. Oké. Okay. Saskia, we kunnen met jou echt nog uren lullen. Want het is altijd heel gezellig om jou in de aflevering te hebben. In de komende afleveringen horen we jouw razende reports terugkomen vanaf de beursvloer. Ja. Vind je ook leuk om dus misschien een nieuwe carrière voor je weggelegd? Oh man, dit zou ik mijn hele leven voor niks doen. Ja? Ja. Ik heb het zo leuk gehad. Weet wat je zegt, hè? Zo'n microfoon onder iemand zijn neus duwen en die dan helemaal zenuwachtig daarvan wordt. Dat is echt fantastisch. We gaan hem denk ik afronden, Peter. Ja. De motoren om ons heen worden gestart. En dat is een klein seintje dat we afgeronde aflevering 107 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorminnend Nederland. Is dit de eerste aflevering die je luistert en doe je dat via Spotify, druk dan op volgen. Dat is handig, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering.
En vind je dit leuk? Dan hebben we nog een nabrander. Niet bij deze aflevering, maar bij heel veel afleveringen maken we een nabrander. En die is exclusief voor vrienden van de show. Wil je vriend van de show worden? Je raadt het al. Dan ga je naar demotorpodcast.nl. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.